Heb jij ook wel eens van die witte puntjes op je nagels? Ja! Dan kan het tegen hen. Oh. Je nagels bestaan vooral uit een proteïne genaamd keratine. En normaal is je nagel doorzichtig, maar soms loopt je nagelbed trauma. Oh, ik ben getraumatiseerd! Doordat je hem bijvoorbeeld stoot of erop bijt, kan dat deel van de nagel ondoorzichtig worden. Ah, het kan gelukkig geen kwaad, zolang het geen streep of een volledig witte nagel is. Is het slecht om op je hand te schrijven? Oh, wacht even hoor, dat moet ik even onthouden. 0, 6... In pennen en stiften zitten giftige stoffen zoals xylene. Dat wordt gebruikt om de inkt in pennen te verdunnen. Zeer giftig. En die stoffen kunnen via je huid en je bloed in je organen terechtkomen. Aha! Inktvergiftiging, huidkanker! Sorry, wie ben jij? In normale pennen of stiften zoals deze zitten maar hele kleine hoeveelheden van die giftige stoffen. Oh, het is een beetje zoals bij een appel. De pitjes ervan zijn giftig, maar je moet er heel veel eten voordat je eraan doodgaat. Als je dus even een telefoonnummer opschrijft, kan dat eigenlijk geen kwaad. Volgens de WHO zou je zelfs als je een hele pen leegzuigt nog niet vergiftigd zijn. Mm. Nog steeds niet doen, is heel vies. Experts zeggen wel, voorkom inkt in wonden. Kleur geen grote stukken huid. En permanente markers zijn echt voor op papier. Waarom worden vrouwen ouder dan mannen? Ben jij een vrouw? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want vrouwen worden gemiddeld 3,3 jaar ouder dan mannen! Dat komt onder andere door... Je verwacht het niet. Hormonen. Vrouwen worden tot de overgang door het hormoon oestrogeen beschermd tegen hartziekten. Dat is niet eerlijk, want hart- en vaatziekten is juist een van de meest voorkomende doodsoorzaken. Hiernaast doen mannen vaker fysiek zwaar werk, waardoor hun lichaam sneller kapot gaat. Zeker bij de generatie van jouw opa en oma. Hi. Ze hebben ook gevaarlijkere beroepen en worden vaker vermoord. Toch! En dan hebben vrouwen ook nog eens een betere leefstijl. En dan hebben vrouwen ook nog een beetje... Ah! Mannen roken en drinken meer, hebben meer stress en leven vaak ook nog eens ongezonder. En gewoon omdat de natuur ons haat, hebben mannen de genen ook niet mee. Hier zouden we een hele video over kunnen maken, maar het komt erop neer dat de chromosomen van een vrouw beter zijn in het repareren van je lichaam dan die van een man. En door testosteron nemen wij meer risico. Lekker mannelijk en stoer! Ah, hoe oud denk je dat jij wordt en waarom? Laat het even weten in de reacties. Volg ons trouwens ook even op Instagram voor van die leuke behind the scenes filmpjes. Ik wil naar bed. Waarom zijn één eigen tweelingen niet helemaal hetzelfde? Hé, dat is ons ding. Ja. Jullie zijn toch helemaal geen tweeling? Oh ja. Wij zijn dus één eigen en hebben precies dezelfde genen. Maar toch zijn we niet helemaal hetzelfde. Quinn heeft een moedervlek op zijn neus. Maar Aaron heeft een ronder gezicht. En ik ben knapper. Absoluut. Ja, jij hebt niet eens baard voor je gehad. Soms maakt een vrouw twee eicellen aan en als ze dan allebei bevrucht worden door een zaadje... Dan groeien er twee baby's die evenveel genen delen als iedere broer en zus. Een twee-eigen tweeling. Maar één eicel kan zich ook opsplitsen. En dan heb je ook... Twee embryo's. Een eigen tweeling. Die hele kleine verschillen die komen... Ik heb dat maar slimmer. ...komen volgens de wetenschap door omgevingsfactoren. Stress als baby. Emotionele ontwikkeling. Ja! Net iets meer naar buiten gaan. En zelfs de kleinste verschillen in de bloedstroom van de baarmoeder heeft invloed. Ah! En daarnaast ontstaan er hele kleine veranderingen bij het kopiëren van je DNA. Hoe vaker dat gebeurt terwijl je steeds ouder wordt... ...hoe meer verschillen er tussen ons ontstaan. Ik ben knapper! Nee, ik ben knapper! Waarom hebben mannen... Ja, want die hebben we toch helemaal niet nodig? Klopt, maar tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder heeft iedereen eerst dezelfde basis. Inclusief tepels? Ja, die zijn er al voordat het geslacht bepaald wordt. Nee! Krijg je van chocola echt puistjes? Nou, het antwoord is nee. Yes! En ja. In je huid zitten haarzakjes met talgklieren. Die zorgen er normaal voor dat je huid gehydrateerd en soepel blijft. Maar soms maakt je lichaam te veel talg aan en dan krijg je dit geklier. Een opstopping van talg en dode huidcellen zorgt ervoor dat witte bloedlichamen de boel komen ontsteken. Vandaar die rode kring en dat witte puntje. En dan heb je acne, vulgaris, jeugdpuistjes. Ja, ik ben 28. Hoe zit dat nou met chocola? Oh ja, er is geen wetenschappelijk bewijs dat cacao puistjes veroorzaakt. Maar er is wel bewijs dat andere ingrediënten dat doen. Ja. Zeg dat dan meteen. Het gaat vooral om eten met een hoge, glycemische index. Met veel bewerkte koolhydraten en suikers, zoals witbrood. Oh, chocola. Nee. En cola. Au, nee.
Die zorgen voor een piek in de bloedsuikerspiegel en zo met een omweg meer talgproductie. Wat zijn deze dingen die je soms ziet? Als je bijvoorbeeld naar een wit vlak kijkt. Micro-organismen of zo. Wormen? Sterren? Bacteriën in je ogen. Ik denk, ja, iets van giftige stoffen of zo. Een penseel? Ja, nee! Nou, we zullen je geruststellen, het zijn geen wormen en ook geen haren. Maar om te begrijpen wat het wel is, moeten we eerst uitleggen hoe het oog werkt. Heb jij altijd een oog bij je? Ja, ja, het oog wel ook wat, hè? Als je kijkt, komt er licht door een heel klein gaatje aan de voorkant van je oog, de pupil. En dit is het netvlies, met allemaal lichtgevoelige zintuigjes. Die vertalen dat licht naar signalen en dan stuurt de oogzenuw dat naar je hersenen. Maar die zwevende dingen dan? Dat heeft te maken met je glasvocht, of ook wel je corpus vitreum. Corpus vitreum! Dat is de gelachtige inhoud van je oog die ervoor zorgt dat hij mooi bol is. In dat glasvocht zweven hele kleine cellen, eiwitten en vochthoopjes. En die veroorzaken een schaduw. Het is een beetje alsof de beamer in de bioscoop je pupil is, het doekje netvlies en ik een deeltje. Je ziet dus eigenlijk allemaal schaduwen van hele kleine deeltjes in je... Is dit? Slecht voor je vingers. En wat veroorzaakt dat geluid? Dit is hoe het gewricht tussen twee botten eruit ziet. Met bot, kraakbeen en gewrichtsvloeistof. Dat heb je nodig om je soepel te kunnen bewegen. Auw. Klopt. Stel dat deze vuisten twee botten zijn. Die schuiven dan niet heel makkelijk over elkaar. Maar stel dat we ze mooi rondmaken met kraakbeen en wat gewrichtsvloeistof toevoegen, dan gaat het ineens heel soepel. Fijn dit, Albert. In die gewrichtsvloeistof zitten hele kleine gasmoleculen. Als je je vingers daarachter doet, ontstaat er meer ruimte tussen je botten. Maar de hoeveelheid gewrichtsvloeistof blijft natuurlijk hetzelfde en dus ontstaat er een vacuüm. Door de druk van dat vacuüm komen alle moleculen samen en vormen ze één gasbel. En precies dat maakt het geluid, alsof je een zuignap van een ruit aftrekt. Na ongeveer 20 minuten splitst de gasbel weer op in moleculen en kun je je vingers opnieuw knakken. Goed nieuws! Het is niet slecht voor je vingers. Er knakt, breekt of slijt niets. Er plopt iets. Deze onderzoeker knakte zelfs 60 jaar lang alleen zijn linkerhand. En wat bleek? Na al die tijd was er geen verschil tussen zijn handen. Waarom krijg je jeuk als je er alleen al aan denkt? Nou, geen zorgen. Het komt niet door kleine beetjes of zo. Je lichaam zorgt er namelijk zelf voor dat je jeuk krijgt. Het werkt zo. In je huid zitten miljoenen receptoren. Die vertellen bijvoorbeeld of iets scherp of heet is. Maar als er bijvoorbeeld een beestje over je huid loopt, dan sturen die receptoren een signaal naar je hersenen. Hey, dat is aan mij! Dat is aan mij! En dan heb je jeuk. Als je gaat krabben, veroorzaak je een tijdelijk pijnsignaal dat sterker is dan de jeuk en dus verdwijnt het gevoel van jeuk. Dus je lichaam verzint de jeuk, zodat je dingen als beestjes of dode huidcellen wegkrapt. Maar waarom krijg jij nu jeuk, terwijl we het er alleen nog maar over hebben? Deze Nederlandse wetenschapper deed onderzoek naar placebo-jeuk. En ze kwam er inderdaad achter dat mensen spontaan jeuk krijgen als ze er alleen maar aan dachten. In de oertijd was het waarschijnlijk handig om alvast te krabben als je grotbuurman jeuk had. Zo hadden de vlooien minder kans om op jou te verspreiden. Wakker worden! Is het slecht om te lang te slapen? Ja, natuurlijk! Ik heb gewoon de hele dag op zitten. Ik heb de vaat gedaan. Stop lopen zuigen. Ik heb de hond uitgelaten. Ja, maar hoe laat ga je s'avonds slapen dan? Om 8:30. Precies. De meeste onderzoeken zeggen dat je het best tussen de 6 en 8 uur kan slapen. Als avondmensen dus laat naar bed gaan en laat opstaan, is dat niet per se slecht. Ja, maar ik heb gewoon de hele dag op zitten. Wat wel slecht is, is minder dan 6 of meer dan 8 uur slaap. Dit is hoe je slaap er ongeveer uitziet. Hier de inslaapfase, daarna de diepe slaap waarin je het meeste uitrust. En als laatste de REM of droomslaap. Die is heel belangrijk voor het verwerken van onze dag en onze emoties. Een onderzoek van het Peking Union Medical College volgde bijna 8 jaar lang 160.000 mensen uit 21 landen. En wat bleek? Vooral mensen die te veel slapen hebben vaker hart- en vaatziekten. Loop jij nou achter me aan? Nee, ik volg je. Al 8 jaar. Mensen die 10 uur of langer slapen hebben zelfs 41% vaker hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben mensen die te veel slapen ook vaker last van hoofdpijn, diabetes, toename van gewicht en depressie. Wat een rare droom is dit. Waarom klinkt je stem zo stom als je jezelf terughoort? Hoe bedoel je? Waarom klinkt je stem zo stom als je jezelf terughoort? Ja, dat dus. Nou, het heeft alles te maken met je botten. Een geluid komt je oor binnen als trilling. Via via komt het terecht bij je trilhaartjes die je doorgeven aan je hoorzenuw. Maar als je je eigen stem hoort, gebeurt er nog iets. Via je nek en botten trillen er ook geluiden van je stembanden naar je oor. Die trilling in je bot zorgt ervoor dat je stem zachter en dieper wordt. Luister maar eens naar jezelf met je oren dicht. In je hoofd klink je misschien wel als een macho man. Dag schoonheid. Maar eigenlijk klink je gewoon als een hysterische eekhoorn. Dag schoonheid. Dus denk jij wel eens... Waarom
adem je wolkjes als het koud is. Als je ademt, adem je kleine hoeveelheden waterdamp uit. Als het buiten warm is, dan zie je dat niet, omdat de waterdamp dan geen vaste vorm kan aannemen. Ah, maar als het buiten onder de 7 graden is en als de lucht vochtig is, dan koelt die waterdamp af en krijgt het een vastere vorm. Je ziet het vooral goed wanneer je van een warme ruimte naar een koude ruimte gaat. Want koude adem houdt minder vocht vast dan warme adem. En wist jij dat de strepen die een vliegtuig achterlaten op eenzelfde manier ontstaan? Want de uitlaatgassen van vliegtuigen bevatten niet alleen roetdeeltjes, maar ook waterdamp. Is het slecht om je kauwgom door te slikken? De precieze ingrediënten van kauwgom zijn vaak geheim, maar het komt meestal ongeveer hierop neer. Suiker en smaakstoffen worden toegevoegd aan synthetisch rubber en polymeren. Rubber en plastic. En na een paar minuten kauwen is dat ook wat je overhoudt. Een onverwoestbaar stukje kauwgom. Dat zo'n 20 tot wel 100 jaar precies zo blijft. Misschien toch maar even opruimen. Dat plastic niet vergaat is normaal natuurlijk een nadeel. Maar nu is het een voordeel. Want als je dat kauwgommetje doorslikt, dan blijft het gewoon intact in je maag, in je darmen en uiteindelijk in je... Alleen als je heel veel kauwgom eet, kan het gaan ophopen en dan krijg je een maagsteen.